serie Airline Portret neemt Schiphol TV een kijkje bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen. Deze week de nieuwe luchtvaartmaatschappij Corendon Dutch Airlines. Het zomerseizoen staat voor de deur. Veel Nederlanders boeken nu hun vakantie naar het zonnige zuiden. Corendon Dutch Airlines richt zich op de populaire badplaatsen van vroeger. De zogeheten retrobestemmingen, zoals Ohrid in Macedonië. Later komen hier nog Eilat en Rimini bij. Wij zijn echt aan het zoeken van welke bestemmingen waren voorheen heel populair. En hoe kunnen we dat weer met een beetje romantische sausje weer op de markt brengen. Onze nummer 1 retrobestemming is afgelopen vrijdag geweest, de eerste vlucht. Dat is Macedonië, Ohrid. Dat was dus, ik wist niet wat ik meemaakte, ik ging daarheen. De vicepremier kwam naar de luchthaven en die kuste mij. Je hebt mij hier de eerste vlucht uit Europa is gekomen en dit. En dat echt, het was een feest van hier tot Tokio, zeg maar. Atilay Uzlu is ook de oprichter van het al bestaande Corendon. We wilden naast Turkije ook andere bestemmingen vliegen. En dat kan alleen maar met een Nederlandse licentie. Hè? Dus dat hadden we nodig. Dus we hebben een volwaardig Nederlandse airline opgericht. Dames en heren, een zeer warm welkom op deze Corendon Dutch Airline vlucht naar Ohrid. En wat wij doen met onze maatschappij, wij doen niet alleen vliegen. Wij plakken meteen ook een hotel en transfer, alles bij elkaar. Dus een verzorgde vakantie. Meer informatie over Corendon Dutch Airlines is te vinden op corendon.nl.